nu komt toch wel een beetje het officiële moment dat ik Ludolf ga toespreken. En Ludolf, ik hou het kort. Want al deze mensen die snakken natuurlijk naar de drank. En voor alle duidelijkheid, jij hebt vandaag niet het laatste woord. Je hebt net je kans gehad. En ik vond het toch wel een heel inhoudelijk verhaal. Dat is top eigenlijk. Als je zo'n soort met afscheidsspeech houdt, wanneer mensen vertrekken, dan ja, begin je meestal te kijken naar het personeelsdossier, naar de loopbaan die iemand heeft doorlopen. Tegenwoordig doe je dat, man van deze tijd, hè? Dan google je. En ja, dan is er toch wel enige verbazing. Dit is vandaag ook al een beetje aangehaald, ik dacht door Peter. 30 jaar waterveiligheid, en ik relateer dat dan ook even aan die desbetreffende STOA ter info 86, waarin jij zegt, ik ben helemaal geen dijkenman en ik heb in Delft gestudeerd. Hè? Dus voor de goede orde, ik denk, ja logisch man, je bent een Wageninger. Dus hoe kan jij nou verstand van dijken hebben? Maar met enige schaamte, Henk, jij maakt dat meer dan goed. Dus ik schaam mij diep dat ik ooit zulke gedachten gehad heb. Maar een loopbaan van 30 jaar en eigenlijk alleen bij STOA, volgens LinkedIn. En als ik dan naar jouw leeftijd kijk, met iemand zei ook al, is het nou echt wel zijn pensioenleeftijd? Dan zijn er drie mogelijkheden. Of je hebt heel lang over je studie gedaan, wat zomaar zou kunnen, hè, dat kunnen jullie je voorstellen. Of je schaamt je voor de eerdere werkzaamheden. Of... Stouwen is gewoon heel belangrijk voor je. Je hebt zelf net gezegd, dat is het. En ik denk dat dat inderdaad ook op jou van toepassing is. Ons motto van Stouwen is van, voor en met de waterbeheerders. En ik kan daaraan toevoegen dat jij figuurlijk stond voor Stouwen met hart en ziel. Na afloop van deze bijeenkomst krijgen jullie nog een afscheidskaartje van Ludolf. En gelukkig biedt hij iets meer zicht op de carrière die hij doorlopen heeft. En ik heb dat kaartje eerder gezien en er vielen mij twee dingen op. Je hebt net zelf gememoreerd, je bent in dienst geweest, terreinmeetofficier bij het Wapen der Artillerie. Ik denk dat zo iemand wordt dan toch voor het kanonnenvuur gegooid. Dat kon misschien nu, toen, maar nu toch zeker niet meer. En wellicht dat dat je diensttijd een verklaring is waarom je toch veel belang hecht aan de civiel-militaire samenwerking. Dat heb je in Polder to Seas project toch uitermate ook goed vorm gegeven. Mark Balemans, hij zal die vast en zeker zijn. Heeft daar een belangrijke bijdrage in geleverd. Tweede wat mij opviel is van dat je stage hebt gelopen bij Wallingford, toch niet het minste instituut, sorry Deltarianen, maar Wallingford mag het toch ook zijn. En je bent in dienst geweest bij de Vrije Universiteit Dienst Hydrologie in Brussel. En als ik dat dan combineer met met jouw jeugd, geboren in de Filipijnen, tijd doorgebracht in Zuid-Amerika in je jeugd, dan verklaart dat wellicht ook je voorliefde voor het internationale werk. En dan denk ik, verbinden over grenzen heen en ook over je eigen grenzen. En dan kan je zien dat je eerdere leven dan toch ook van invloed is geweest op jouw aanwezigheid gedurende die 30 jaar bij STOA. Het is al meerdere keren aangeroerd. Verbinden. En voor samenwerken, verbinden, een beetje filosofisch, maar dan moet je toch wel bewust zijn van je eigen waarde. Want zonder dat je die eigen waarde hebt, kun je niet verbinden met de waarde van anderen, denk ik. Je moet weten wat je wel kan en wat je niet kan. Nou, ook dat is denk ik door deze en geen ook wel gememoreerd. En op een van de banners achter de inschrijftafel van Jet vandaag
En gisteren stond STOA verbind. En ik vind die verbindende eigenschap ook uitermate goed op jou van toepassing. En het is, vind ik dan ook niet helemaal... ik vind het helemaal gepast, zo moet ik het formuleren, dat je je Lifetime Achieving Award vanochtend gekregen hebt. En ik heb me de afgelopen jaren, die 10 jaar dat ik bij STOA werk, wel eens afgevraagd waarom die programmacommissie Waterkeringen nou toch zo anders is dan de andere drie programmacommissies. Komt dat nu één door de aard van het werkveld, want waterkering is toch net even wat anders dan afvalwaterzuivering, om er maar één te noemen. Of is het simpelweg omdat jij bent, ook dat zou natuurlijk kunnen. Of is het wellicht ook de combinatie van beiden. Jij bent jij en het is een ander werkveld. En in heel praktisch kun je nou zeggen, jij bent de juiste man op de juiste plaats. En ik denk dat dat toch echt het laatste was. Je bent authentiek, dat zal iedereen beamen. Authentiek, maar ook een emotioneel mens. En we waren het niet altijd eens, misschien ook wel vanuit die emotie. Maar authentiek is voor mij heel erg belangrijk. En ik kwam heel toevallig 2 maanden geleden een oud studiegenoot van Ludolf tegen. Hij stond er zelf bij en ik vroeg aan hem van, God, is Ludolf nou altijd zo geweest? Ik wil het toch even een beetje voorbereiden voor vandaag. En ja, Ludolf is altijd zo geweest. En dat bewijst die authenticiteit, denk ik. Het is voor mij belangrijk, dat zei ik al, speel geen toneel, geen spelletjes, blijf alsjeblieft jezelf. What you see is what you get. Ian zei van, what you hear is what you get. Je bent ook een roeptoeter, laten we het maar gewoon zeggen. Een roeptoeter, ook een beetje onze nieuwsagent. En 10 jaar geleden vroeg ik me af, hoe komt Ludolf toch altijd aan die nieuwtjes? Hij wist altijd wie er ergens wegging, wie dan de opvolger was en wie wat ergens dan van vond. En tot ik een keertje heel goed, gewoon onze deuren zijn tegenover elkaar, zo naar Ludolf keek. En ik zag hem in zijn favoriete standje. Hij deed zijn bril omhoog. Hij ligt zo achterover. Houdt die telefoon. Ja, dat is een telefoon, die is dus kleiner dan dit, hè. Zo voor zijn ogen en leest zo het nieuws. Waar hij dan ons even later kont van doet. En na 10 jaar denk je dat je iemand kent. En dat is niet zo. Tenminste, niet helemaal. Op onze laatste teambijeenkomst over het ecosysteem van de werkvloer onthulde hij mij dat hij geen ochtendmens is. En ik zou u zeggen, dat staat zo in schril contrast met hoe Ludolf op maandagmorgen bij ons binnenkomt. En dan moet ik dit toch echt wegleggen. En jullie mogen ook je oren beschermen. You can protect your ears. Want dan komt Ludolf binnen. Hey, liefies! Hoe gaat het met jullie? Goed weekend gehad! Ook op deze toonhoogte, hè? En dan een volume wat dat van mij verre van overtreft. En ik ben toch ook niet de stilste in huis. Dus... vanaf aanstaande maandag is dat voor ons een heerlijk zen-moment. Dat snappen jullie. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, ik ga het ook wel een klein beetje missen. Dat weet ik bijna zeker. We hebben, hier met z'n allen bewijst
denk ik dat je veel mensen aan je verbonden hebt en met je hebben samengewerkt. En als bewijs daarvan hebben we een aantal mensen gevraagd of zij de herinneringen aan jou aan een boek zouden willen toevertrouwen. En ik zal jullie zeggen, het is geen magazine geworden. Sommige dingen zijn gewoon zo persoonlijk dat we er maar één exemplaar van hebben gemaakt. Ja, het is wel een blauwe versie. Ja, 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 ja. Dus die ga ik je zo overhandigen. Ik wil je heel erg bedanken voor 30 jaar werk voor STOA. 30 jaar met hart en ziel, heb ik net gezegd. Ik weet dat jij ook ons gaat missen. Voor de goede orde, hij gaat niet helemaal weg. Hij blijft nog, voor 2 dagen blijft hij wat klussen voor Oscar doen. Maar zijn werkdagen zijn op donderdag en vrijdag. Niet op maandag, Lulf. Geweldig. Dankjewel. Sympathiek. Oh, wat leuk.